Goedemorgen, Zetsport. Hele goede morgen, jongens en meisjes. Ik ben Daan, ik ben 12 jaar oud en ga vandaag dankzij jullie met Boas trainen. We gaan even iemand een dubbel wegflip leren. Dat kan niet in het fietspark, dus hebben we het hele park schoongemaakt. Ik heb er super veel zin in, maar ik vind het ook best wel spannend. Eens even kijken. Ja, hier moet het zijn. Voor de Zetsport kom nog even een paar salto's maken. Zo, zeg, ik heb een afspraak met Daan. Nou mensen, ze is aangekomen. En hij wil heel graag les van Boas. Nou weet ik dat Boas een gloednieuw trampolinepark heeft. En dat is nog dicht, is nog helemaal niet open. Maar Daan weet niet dat hij daar mag trampoline springen. Dus ik ga hem een beetje mee verrassen. Hé hey Daan, je zag me aankomen zeker, hè? Ja. Wat is het probleem? Nou ja, een dubbele achteruitsalto, dat wil ik heel graag leren. Maar ik kom steeds niet over het punt heen om de dubbele in te zetten. Enkel, dat gaat wel heel erg goed, maar dubbel, dat is echt heel eng. Ja. En voor wie zou je dat dan willen leren? Van Boas, een YouTuber. Dus dit is echt het koudste water wat je hier kan vinden. Waar kunnen we dan het beste gaan oefenen? In het trampolinepark, denk ik. Nee, dat kan niet. Dat is dicht, geloof ik, toch? Heeft hij een trampoline in zijn tuin staan, denk je? Nou, die heeft wel trampolines, ja. Kom eens hier, kijk, hou ik vast. Ga je hem aankleden. Dus als je nou dus open doet, dan zie je dit. Dan zie je deze mensen allemaal zeggen, hallo, daar gaan we. Nou, dame. Verrassing. Kijk eens. Oh. Een splinternieuw trampolinecentrum. Wij mogen met z'n tweetjes daar, alleen met Boas, mogen wij het gaan proberen. Dat is echt heel vet. Kom op. Hallo. Nou, wat goed dat jij er bent, man. Hallo. Welkom. Alles goed? Zeker. Nou, dit is wel echt een hele grote fan van jou, hoor. Ja? Zeker. Ja. Hé, hey, dit is nieuw, hè, dit hier, hè? Ja, we zijn nog niet eens open geweest. Dit is geweldig. Dus we zijn eigenlijk, je bent eigenlijk een beetje de eerste die hier is. En ik heb gipsokken voor jullie. Nou, de sokken zitten al lekker, hoor. Dat zijn van die niet glijrende sokken, toch? Hè? Gipsokken. Nou, doe even een rondleiding. De airtrack, het is een soort luchtvloer. Ja, kijk. Ja, kijk eens even. Nou, hij kan wel redelijk. Ja, dat bedoel ik. Draai. Ja, dat bedoel ik. Het zijn de super trampolines. Oh, kijk eens, heerlijk. Hoe hoog kom jij? Ik heb de 5,10 meter gehaald. Nou, 3 meter. 3 meter. Goed hoor, niet gek. Ah, kijk eens. Nou, volgens mij zijn we warm, hè? Zeker. Je hebt het nog nooit eerder gedaan, toch? Ik heb nog nooit eerder dubbel backflip gedaan. 2 keer achterover. Dat is het eigenlijk. 2 keer achterover. Ja. 1, 2. Ja, nee, dat is chique. En die wil jij heel graag leren. Ja, ik durf het niet in te zetten. Dus ik durf niet om nog om de tweede keer over mijn hoofd in te gaan. Laten we eerst kijken wat je gewoon kan. Doe een normale salto naar je rug. Moet ik wel zeggen, dat is echt heel goed. Maar ik neem niet zomaar iemand mee, hè? Oké, wat we nu gaan proberen is net ietsjes hoger springen. Dus als jij hem inzet, dat je echt omhoog gaat. En dat je nog ruimte hebt om te gaan landen. Moet hij niet op zijn benen landen? Nee, we gaan hem eerst naar anderhalf oefenen, okay. Want dan hoef je nog maar een halve erbij. Oh joh, het was echt slecht. Ja. Ja. Komt het dat je het zo eng vindt eigenlijk? Ja, het is eng om 2 keer over je hoofd te gaan, want je weet niet waar je bent. Dus je moet proberen tot je allerlaatste sprong alle kracht in je salto te houden. De hoogte was goed, de draai was goed. Eigenlijk was alles wel goed. Ja. Beter kan eigenlijk niet. Het enige ding is dat hij hier nu gewoon nog in je hoofd gaat zitten. En dat gaan we vandaag proberen uit te werken. Netjes. Merk je dat je net iets harder gaat? Ja. Maar ik neem aan dat jij dit ook niet meteen komt, toch? Nee, zeker niet. Nee, ik heb over een enkel al een jaar gedaan. Je moet langer je knieën vasthouden. Ja, want zodra je een klein bolletje bent, blijf je draaien. Zodra je uitstrekt, dan stop je met draaien. Daan, kom anders even hierheen. Even ook om even te rusten natuurlijk. Wat is de vetste truc die je kan? Vind ik altijd een hele lastige. Want de leukste truc vind ik nog steeds altijd een core. Wat ik nog steeds heel graag goed wil kunnen is een quad full. En dat is een achteroversalto en 4 keer om je eigen as heen draaien en dan weer netjes op je voeten landen. Dat is heel grappig, want jij zei tegen hem net, wat is de moeilijkste die je kan, hè, geloof ik? Ja. En toen zei jij de? Cody. De Cody. Ziet er misschien niet zo lastig uit, maar dat is en in je hoofd en gewoon je moet zoveel dingen tegelijk doen. Er zijn maar weinig mensen die dat kunnen, maar jij zegt dat je hem kan. Ja. Maar kijk, laat zien dan. Dit is echt knap. Want hoe oud ben je nu? 12.
Ik begon pas op mijn 14e. Je gaat dat nu proberen te doen? Ja. Als je toch te bang bent, gewoon vasthouden. Kom aan dan maar. Vast. Oeh. Zo. Hoppakee. Oeh, netjes. Pak even een momentje voor jezelf. Maak je hoofd helemaal leeg. We gaan nu inzetten. Oké. We gaan het echt doen. Dus niet weer halverwege loslaten. Ja. Als het goed voelt in je hoofd, dan ga je pas beginnen met springen. Ja? Ja. Hier deed ik eigenlijk niks. Ga ik een stapje naar achter doen. Gewoon helemaal alleen. Helemaal alleen. Kom erbij liggen. Hé, hey, Daan, fantastisch. Is jouw probleem hiermee opgelost? Ik dacht het wel, hè? Ja, zeker. Ja, ik zou zeggen, kom nog een paar keer hier terug om het gewoon een beetje te oefenen, toch? Ga nu ook nog even lekker springen. Zeker. Huh? Huh? Nou mensen, het was een superleuke dag. De dubbel backflip is me gelukt. En ik wil Zepsport en Boas heel erg bedanken voor deze superleuke dag. Doei! Boas, heb jij een goede quizvraag? Ja, ze mogen de naam van mijn trick gaan raden. Oh, en dat is? Als jij dat ook denkt te weten, ga naar het onderstaande adres. En wie weet, win je nou wel deze prachtige Zepsporttas. Succes. Ja, maar die weet ik ook, hoor. Makkelijk, hè? Makkelijk.